En het Hof van Justitie heeft vanmiddag zijn officiële website www.rechtspraak.sr gelanceerd voor de samenleving. Volgens waarnemend president van het Hof, Iwan Rasoelbaks, heeft het bouwen van de website heel wat voeten in de aarde gekost. De website heeft tot doel de informatie over de bereikbaarheid van de rechterlijke organisatie toegankelijker te maken voor de samenleving. Rasoelbaks geeft aan waarvoor de website nog meer zal dienen. De verschillende procedures en heel binnenkort hopen wij ook de settingsroosters vrij te kunnen geven op de website, zodat de gemeenschap weet welke settingen wanneer worden gehouden, hoe laat het begint en wat de bijzonderheden zouden kunnen zijn van die settingen. En dat is heel binnenkort, ik bedoel, zal voor het reces gebeuren. De gedragscode zit er ook op voor rechters. En het procesreglement, handelsrol, zullen we ook, hebben we ook erop geplaatst. En ook heel binnenkort zullen wij het procesreglement van kort geding ook op onze website lanceren. Uiteraard is dat nu in voorbereiding. En op het moment dat het zover is, dan weet men ook hoe en wat in verband met het indienen van een kort gedingzaak. Hofpresident Rasoelbaks zegt verder dat op de website ook alle vonnissen of uitspraken van de rechters zullen worden geüpload. Dus er is veel werk aan de winkel voor de rechters om hieraan te werken, zegt de magistraat. Echter verschillen volgens hem recht en rechtspraak niet veel van elkaar. Ik zei het al, het heeft geen ander doel. Rechtspraak en recht hebben geen ander doel dan om een bijdrage te leveren aan de vrede en het welzijn van de natie waar dat recht wordt toegepast door de rechter. En ik wil u ook nog dit even meegeven en uitleggen. U ziet dat er een schuine, opgaande, ja, bijna een streep daar is boven, waar vrouw Justitie op staat. Maar dat schuin gedeelte opwaarts is ontstaan uit een denkbeeldige punt met die streep daaronder. Dat is het begin, de Romeinse tijd. Het is binnengetreden binnen onze logo op een bepaalde hoogte toen het hier geplant werd, codificatie, 18e eeuw. En ontwikkelt zich verder opwaarts, daarom staat daar rechtspraak Suriname. Het zal zich, het moet zich ontwikkelen. Dames en heren, ik heb de eer nu de lancering van de website van het Hof van Justitie van Suriname, rechtspraak.sr te doen en dat doe ik symbolisch middels hantering van de voorzittershamer. Ik verklaar hiermee de website van het Hof van Justitie van Suriname, rechtspraak.sr, toegankelijk voor een ieder. Dat was dus waarnemend hofpresident Iwan Rasoelbaks vanmiddag vond de officiële lancering plaats van de website van het Hof van Justitie. De lancering vond plaats in de zittingzaal van het Hof en wel aan de Tamarindelaan bij het Onafhankelijkheidsplein.